Dames, je zit de hielen onder druk. Wat is het bad? Ja, we wien de hoen aan het uitlitten en we kwamen hier. En toen luidde een man tot ongeveer hier in het drek. En we dachten, nou, we moeten maar heen. Dus wij zoen erheen. En toen zien de twee vrouwen uit het oosten van Nederland te wachten. En die zei, ja, wij willen wel bellen, maar we weten eigenlijk net waar we binnen. Dus nou ja, mijn zus die zei van, nou, belly maar, we binnen op een zwarte haan. En zo is mijn zus voorop gegaan. En die had zo, nou, ik doe wel een poging. Want hij maakt er wel uit. Maar wij hier net verwachten dat het een boetenlander wie. Dus het communiceren ging wat moeilijk. Dus dat nam ik maar op me. En mijn zus die ging erin. En nou, het was eigenlijk zinloos. Maar ja, je maakt het altijd proberen. Ja, want daar was je direct helemaal onder. Ja, nou ja, ik dacht, ze komen het sowieso maar uit. Ik ging mijn sokken eerst gewoon houden. En dacht ik, ik maak die mama proberen om toch een beetje verder te krijgen. Dan dat hij, want hij zakt alleen maar verder voort. Dus ik ben erin roen. En ik ben op zich net heel zwier. Die man is een stuk zitter als ik. Dus dan... Ik zak er lang net zo snel in. Dus toen ben ik er. Ik zei die man, give me your hand. Dus toen heb ik een poging die en ik heb mijn zus kunnen horen doen. Dus in één keer loeken. Maar ja, zo'n man krijgt ze dan net uit. Maar ik zak er zelf wel van top tot die haast in de drek. Dus ik zit haast goed, echt goed in de drek. Ja, en toen had hij in de brandwacht bellen, een van die oren dames die erbij waren. Ja, die had bellen en nou, wij kwamen hier om 4 uur en toen ziet hij er al in. Dus hij zit had er echt lang in zitten. Maar ja, voordat de bronwachter weer, dwore ik nog wel een goed jelle uren. Dus hij had er echt wel lang in zitten. Maar toen ze er eindelijk weer, toen wierde er gelukkig Samar uit. En nou ja, bronwacht en ambulance en politie, alles weer erbij voor de veiligheid. Dus dat is wel mooi. Ja, die je mag meteen weer skin maken. Bietje, liedbietje dan. Nou ja, het wie ik wel nodig was van de man. Want ik kreeg hem net uit. En dan denk je, ja, best wel zonde dat je hem er dan net uit krijgt. Want ja, die man die zit er wat te frek niet in de drek, is maar. Maar ja, ze moesten maar de brand in, moesten ze er maar zien je man niet heli. Dus dan is het best wel logisch dat ik hem er net uit kreeg. Hey, nou, goed dien, denk ik. Ja. Hoe ging je hem nou naar huis? Voldaan? Oh, bij de auto, dat wel. Ja. Maar wel voldaan dat je hem, dit, dat ja. Je hem die man redden ja. Hebben. Ja, toch wel eens wel een beetje trots. Van, dit heeft al geprobeerd.